Ik wil dat zij een goede basis hebben voor straks, voor de rest van hun leven. Dus ik vind gewoon heel belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en dat ze goede educatie krijgen. Als ik alle scholen een kans heb gegeven, waarom islamitische school niet? En daar was ik erg verwelkomd. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Toen heb ik mijn kind op de islamitische school ingeschreven. De juffen waren tof, ik had een hele goede band met de moeders en ik was heel actief ook op school. Toen Zinedine daar op school zat, zat Monsieur van de peuterschool. Dus dan kwam ik op hele andere tijden op school dan het ophalen of wegbrengen. Dus ik kwam onverwachts daar toen de kinderen pauze hadden. En toen zag ik hoe druk het was. De populatie was of Turks of Marokkaans en je had geen andere kindjes. Toen dacht ik, wauw, ondanks ik zelf Marokkaans ben en daar ook niet voor schaam. Maar ik wilde gewoon dat zij met alle culturen op zouden groeien. Voor mij was het heel makkelijk om die keuze te maken. En je zag hem ook gelijk opbloeien toen hij hier op de school waar hij nu zit terecht kwam. Hij had gelijk vriendjes. En dat was wel heel fijn. Als je kind blij is, ja, daarvoor doe je het. Waar ze nu op zitten is dan wel wat als een witte school gezien. Maar als ik in de klas van Zinedine kijk, zijn het niet alleen maar Nederlands kindjes. Ze zijn ook Amerikaans, Duits, Chinees. Marokkaans, Turks, dus echt van alles. En dat vind ik belangrijk. Mijn man en ik kunnen het veroorloven dat onze kind op zo'n school zit. Maar ik denk dat heel veel ouders wel willen dat hun kind naar zo'n school gaat, maar het niet kunnen veroorloven. Dus dan heeft een kind al een valse start, vind ik. Ik geloof niet dat iedereen dezelfde kansen dan krijgt. En ik gun iedereen gewoon gelijke kansen.